Ik ben John van der Veen, ik kom uit Friesland. Ik ben 30 jaar geleden ben ik begonnen met een autobedrijf samen met mijn broer. Mijn broer is op een bepaald moment gestopt, hij ging een andere weg kiezen. Ik ben alleen doorgegaan. Ik denk, één autobedrijf is ook maar zoiets. Dus ik heb er een bedrijf bij gekocht in Gorredijk. Later heb ik nog een bedrijf in Groningen bijgekocht. Dus we hebben nu totaal 3 autobedrijven. En daarnaast, ik heb 2 kinderen in het bedrijf, dus ik moet ook aan mijn toekomst denken. Wij hebben gekozen voor de boven in mij voorraadfinanciering, omdat dat eigenlijk denk ik op het moment de enige partij in Nederland is die wat in het automotive gebeuren ziet. En ik denk binnen 3 weken draaide ik met dat geld wat ik nodig was. De boven in mij voorraadfinanciering die werkt als volgt. Ik heb een voorraad auto's, die schiet ik op een lijst in. Vervolgens starten zij het geld bij mij op rekening en dat doen ze allemaal binnen een dag. Dus de voorraadlijst is voor hun wel bepalend. Alleen dat vind ik niet erg, maar dat hebben wij allemaal in systemen staan. Dus ik draai zo'n voorraadlijst eruit, die schiet ik bij hun in en zij kijken, voor 1 miljoen auto's, 70%, 7 ton krijgt meneer. En dat werkt gewoon heel goed. Als ik online geld aanvraag en ik vraag het op de dag aan, dan wordt het op de dag ook uitgekeerd. Dus als ik het nodig ben, heb ik het ook. Voorraadfinanciering kost eigenlijk geen geld, maar je moet wel over het geleende geld ga je rente betalen. De verschillen bij een bank om geld te lenen, ja, je moet heel veel zekerheden afgeven. Privé word je helemaal aan sprake gesteld, dus ik zal een bank ook niet heel gauw meer vragen om geld. Omdat ik nou merk dat er gewoon heel andere partijen op de markt zijn die veel toeschietelijker zijn. De zekerheid die de BOV mij voorraadfinanciering vraagt, is eigenlijk je voorraad. En zij zeggen gewoon vanuit hun huis, dan financieren we daar 70% van. Dus we kijken wel naar marktwaarde, dus vergelijken ze ook allemaal. Alleen wij zijn zo in de markt thuis dat wij zitten altijd marktconforme prijzen hanteren we altijd. Dus. En die controleren ze gewoon. Eigenlijk gaat het allemaal heel makkelijk. In principe zijn alle auto's te financieren, dus wij halen ook veel auto's uit het buitenland weg. En als ik ze op de erf heb, dan kan ik ze ook gelijk financieren. Dus dan hoeft er niet een kenteken op te zitten. Ik geef het CC-nummer aan hen door en het CC-nummer is voldoende. Ze hebben wel de voorwaarden dat de auto wel bij het bedrijf moet staan. Vind ik niet erg, dat snap ik ook helemaal. Dus elke auto is te financieren. Wij hebben 3 autobedrijven. Maar ik merkte in de markt dat er enorm een behoefte was aan private lease. Ja, want het is het ontzorgen van de klant. Hè. Een klant hoeft niet meer beslist het bezit van de auto, maar het gebruik van de auto is heel belangrijk. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb LSN lease opgericht. Ik heb daar kleine autootjes in gezet en die kon ik gewoon verliezen aan particuliere klanten. Ik moest even wat cijfers laten zien van het bedrijf, want het is wel een onafhankelijk bedrijf. Maar dat stak al zo goed in elkaar dat ze zeiden, daar willen we ook geld in steken. Dus het LSN lease verhaal, het bedrijf, dat gaat nou in één keer heel goed draaien. Dus ik werk altijd met een voorraad van 80 auto's, dat hebben we nou uitgebreid naar 200 auto's. Dus de voorraadfinanciering heeft mij 120 auto's opgebracht. En ik denk dat het voor de toekomst enorm belangrijk is dat je zorgt dat je voorraad hebt. Dus als er iemand bij je komt om een auto, dat je hem ook hebt. En ik doe het met name voor de toekomst, maar voor mijn kinderen die straks mijn bedrijf overnemen. Dan heb ik mijn bedrijf er helemaal klaar voor staan. Dus dan kan ik het zo overdragen. En dan kan ik misschien een keer stoppen als ik daar zin in heb. Dat weet ik nog niet.